Wat zijn nou de belangrijkste tips als je een hondje wilt gaan kopen? Het gaat sowieso meerdere fokkers af. Maar dan heb ik het ook echt over fokkers en geen handelaar uiteraard. Neem daar de tijd voor. Trek er gerust 3 maanden vooruit voordat je een pup in huis hebt. Want voor zoveel tijd heb je gewoon nodig om goed te oriënteren wat je koopt en waar je wat koopt. Bij enige twijfel moet je het nooit doen. Op het moment dat je dus denkt van oké, ik ga ergens kijken, dan heb je vaak ook de naam, een telefoonnummer, een adres. Google dat ook eens. Dan zie je ook heel snel of je met wat voor soort persoon je te maken hebt. Want echt hele foute jongens, die staan al lang geregistreerd op Google. Nog een tip? Kijk niet altijd naar de prijs. Goedkope honden worden vaak inderdaad in slechte situaties aangeboden door handelaren. Kijk ook eens van oké, wat krijg ik voor de hond? Wat kost hij me daarna nog een keer? Want een hondje aanschaffen is heel makkelijk. We betalen een paar honderd euro en we hebben een hond in huis. Maar er komt nog veel meer bij kijken. Ook daarin zou ik zeggen van ga eens op het internet na van wat kost een hond. En komt dat aan tot de conclusie van kan ik het betalen, ja of nee, want dat is erg belangrijk.